Jolijn, ik vind het hartstikke spannend. Want ja, gaat hij al komen? Of gaat het wel lukken? Zijn boot is natuurlijk wel gezonken. En heeft hij nu wel een goeie om hier aan te komen? Ja, we zien hem nog niet. We zien hem nog niet aankomen, maar ik geloof dat we er zin in hebben. Ja, we hebben er heel veel zin in. En er komen steeds meer kinderen hier aan de kade. Dus het wordt ook hartstikke gezellig. Nou, succes nog. heb jij al een beetje zin in het Sinterklaasfeest? Ja. Ja, heb je ook al een tekening gemaakt? Ja, maar die hangen nog thuis. Okay. Wat is jouw favoriete Sinterklaasliedje? Weet ik niet. Vind je het een beetje spannend? Nee. Nee, niet meer? Nee. Heb je er wel een beetje zin in? Ja. Heb jij al je schoen gezet? Ga je die nog zetten? Ja, tuurlijk. Welkom allemaal, het is zondag 13 november en we staan hier op de boot van Sinterklaas. En de boot komt zo meteen aan in de haven van Steenbergen en daar zal het helemaal vol staan met kinderen die in afwachting zijn van Sinterklaas. We zijn benieuwd. Ja, wij zijn dus onderweg naar de haven en in de haven, daar staat Jolijn. Hi Jolijn! Hoe is het daar bij jou? Begint het al binnen te druppelen met kinderen? Ja, nou, het begint nu wel een beetje, ja. Het is mooi weer. Het is geweldig weer, ja. Ja. We zijn onderweg naar jullie en wij hebben Sinterklaas op de boot. En hoe gaat het nu bij jullie? Ja, nou, bij ons, ik zie al wat mensen zitten en er worden al dingen geregeld. Dus hier gaat het goed. Oké, nou mooi. Nou, wij zijn onderweg en zodra we wat dichterbij zijn, dan neem ik weer even contact met je op. En dan gaan we even kijken hoe vol het al staat bij jou. Ja, is goed. Oké, tot straks. Succes daar. Zo, ik sta hier bij de hoofdpiet. Ja, goedendag. Goedendag, we zijn onderweg naar de haven. Dat is altijd weer een spannend moment. Ja, zeker. Altijd spannend. We zijn weer benieuwd hoeveel kindjes er zullen staan vandaag met papa's, mama's, opa's, oma's, heel de familie. En het is weer even geleden dat we op de boot aan zijn gekomen. We zijn hartstikke blij dat we weer naar Steenbergen mogen komen. Ja, want in Steenbergen zijn de kinderen eigenlijk altijd allemaal lief, toch? Ja, altijd. Ze zijn altijd hele lieve kindjes. Soms wel een beetje ondeugend, maar dat zijn alle kindjes wel, hoor. Dus. Ja, maar Pietjes zijn toch ook wel eens een beetje ondeugend? Ja, Piet, jij bent wel eens ondeugend, hè? Ik doe wel eens gekke dingen, hoor, Piet. Ja, dat is... Wat doe jij dan wel eens? Nou ja, ik spring wel eens van een huisje af en dan klim ik ergens erop. En ik ben wel een beetje ondeugend, ja. En ik vind het ook wel leuk om een beetje grapjes uit te halen met kindjes. Maar het leukste is natuurlijk om ze te verwennen met cadeautjes. Juist. Ja, en even over die cadeautjes gesproken. Want gaat dat lukken dit jaar allemaal, denken we? Ja, wij hopen natuurlijk weer wel. Het is altijd wel spannend. Er zijn wel hier en daar wat kleine dingetjes. Maar je weet het, op het eind zal het... Komt het altijd wel weer op zijn pootjes terecht. Ja, dat hopen we dan maar. Want ik hoorde wel dat er misschien niet genoeg Pietjes zijn om alle cadeautjes te verspreiden. Hoe moet dat dan? We zitten eigenlijk zoals we op het nieuws ook heel veel zien hier ook in Nederland. We zitten eigenlijk ook met een klein personeelstekort. Ja, dus je moet een beetje harder werken dit jaar, denk ik, Piet? Ja, we moeten een beetje harder langs de huizen rennen. Dus, ja. Maar dat kunnen wij. Dat gaan we doen. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Zo Jolijn, hoe is het bij jou inmiddels in de haven? Begint het al vol te stromen? Ja, er staan echt heel veel lieve kinderen, mensen. Het staat helemaal vol. Oh, wat geweldig. Want ik ben hier met Sinterklaas. En zoals je kunt zien staat Sinterklaas hier bij mij. Dag Sinterklaas. Dag, we komen eraan hoor. Hallo. Ja, nou, ik zie allemaal dansende mensen, Pietjes, kinderen met, die allemaal verkleed zijn en meezingen. Het is hier heel erg gezellig en druk. Oh, geweldig. Nou, we zijn onderweg. We komen eraan. Ja, Hilde, goedemiddag. Het is weer heel fijn om weer een keer met de boot naar Steenbergen te komen. Het is nu ongeveer 3 jaar geleden dat ik in Steenbergen geweest ben met de boot. En ik kijk er echt naar uit hoe druk het straks zal zijn op de kade.
Ja, dat is nog maar te hopen dat daar heel veel kinderen op u staan te wachten. Maar dat is waarschijnlijk wel het geval, want iedereen is natuurlijk heel erg blij. Ik hoop het, ja. Ik denk het wel. Wij zijn in ieder geval blij. We hebben blije Pieter bij. Alles komt goed. Kijk, ze hebben geoefend met dansen en zingen en springen. Dus het komt helemaal goed, Hilde. Het komt helemaal goed, ja. En ik hoorde net al van de hoofdpiet dat eigenlijk bijna alle kinderen in Steenbergen wel lief zijn geweest, toch? Ik denk het wel. De meeste kinderen zijn lief en een beetje stout is ook wel eens leuk, toch? Hebben jullie naar het Sinterklaasjournaal gekeken? Ja. 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 Oké, vonden jullie het spannend? Ja. Hebben jullie er wel zin in? Ja. Alleen maar ja's. Dat gaat wel goed komen, geloof ik. Ons huisje voorbij. Wauw! Ja, ik heb die kinderen. Ja, we varen nu langzaam de haven in en we kunnen eigenlijk hier al zien hoe ontzettend druk het is en hoe vol het staat. Langs alle huizen, langs het water, daar zijn ook alle gezinnen al naar buiten gekomen. Maar daar in de haven is het een enorme drukte. Sinterklaas, kunt u zien hoeveel mensen er wel niet op u staan te wachten daar? Allemaal voor mij, Hilde. Allemaal voor u. Oh, wat is het weer druk. Ik zie ze al. Kijk. Wat geweldig is dit. Wat een feest gaat het worden. Ja, het staat hier echt helemaal vol. Ik hoor alle kinderen zingen en iedereen is zo ontzettend blij om Sinterklaas weer te zien. En dit jaar weer lekker met de boot. Het is zo'n enorm feest. Het is geweldig om iedereen zo aan de kade te zien staan. En daar staat ook de burgemeester. Kijk, de burgemeester staat nog u te zwaaien, Sinterklaas. Ja, ik zie het. En ik heb net een paar kinderen gevraagd of ze een lieve burgemeester hadden. En ze zeiden, ja, onze burgemeester is een hele lieve meneer. Nou, dank u wel. En zo ken ik natuurlijk Ruud ook al toen hij nog heel klein was. Toen was hij ook al zo'n lieve jongen. Toen hij zelf nog aan de andere kant van het hek stond. En nu is het jullie burgemeester. Ja, Sinterklaas. Ik heb gehoord dat ik u ook moet feliciteren. Want 750 jaar Steenbergen is natuurlijk ook al heel lang. En ik weet het nog van vroeger, ook toen kwam Sinterklaas hier aan en nu vandaag voor de 100ste keer. Ja, wauw, dit zeg ik. Hallo, zijn jullie ook zo zenuwachtig? Ja. Leuk is het, hè? Ja. Heb je al lekker een paar pepernootjes? Ja. En jij, hoe heet jij? Finn. Hoe oud ben jij? Sinterklaas, wat ben ik blij dat u er weer bent. Spannend is het, hè? Je ziet er zo mooi uit. Ben je ook een Pietje? Ja, joh, ik heb er heel veel zin in. Ik weet niet hoe het met de kinderen is, maar volgens mij waren die al heel erg zenuwachtig. Maar ik voelde het ook. Ik kon eigenlijk niet wachten. Toen kwam die eerste boot en daar zat Sinterklaas niet op. En toen de boot erachter dacht ik van nou, daar staat hij op. Daar stond hij ook nog niet op. En toen uiteindelijk de derde boot zagen we hem staan. En dan voel je toch wel wat kriebels in je buik. Je ziet dat de kinderen in Steenbergen sowieso allemaal lief zijn. Want als ze niet lief zijn, komen ze hier natuurlijk niet naartoe. En ik denk dat Sinterklaas ook blij is dat ze met zoveel zijn gekomen. Maar het geeft ook een probleem voor Sinterklaas, heb ik begrepen. Hij heeft wat minder pieten bij zich. En al die schoentjes moeten wel gevuld worden. Dus ik zou een oproep willen doen. Als er iemand is die Sinterklaas wil helpen als Piet, meld je aan bij Sinterklaas.
Zo, hoe is het nou? Hoe is het geweldig. Nou? Ja. Kijk er nou toch eens om je heen. Hoe druk. Ik denk dat er geen enkel kindje van Steenbergen nog thuis is. Nee, die zijn allemaal hier. Ik denk dat ze allemaal hier zijn, ja. En ik heb ook kindjes uit Dinteloord gezien en kindjes uit Kruisland. Dus het is echt... Er zijn echt heel veel kindjes. Ik vind leuk, hè? Leuk dat ik er ben. Ja. Hier dan is een soort baan, hè, neergelegd. En dan gaan de pietjes kijken of ze, ja, of ze een goed pietje kunnen worden, toch? Precies. Dus ik denk, ik ga naar het einde toe en dan vang ik ze allemaal weer op. Maar misschien zit er wat talent tussen, toch? Nou, er zal best een hele pietjes talenten tussen zitten. Ja. Kijk, ze hebben al meer pietjes uit Steenbergen opgeleid. Dus het moet komen, ja. Is dat nou moeilijk eigenlijk om Piet te worden? Ja, het is niet heel makkelijk, want je moet ook net als hier op de dak goed je evenwicht houden. Maar het is altijd wel heel superleuk. Ja, ik ben heel benieuwd. Zit vast wel wat talent tussen toe? Ja, dat verwachten we zeker wel. We zijn echt benieuwd.